Hey, welkom bij een nieuwe video. En vandaag ga ik de Isle of Summer tag opnemen. Want ja, het is vorige week tropisch zomers geweest hier in Nederland. Met temperaturen van wel 32 graden. En we lagen allemaal in onze bikini aan het strand onderhand. Zo warm was het. En ik dacht van nou, tijd om een leuke zomerse video op mijn YouTube kanaal te knallen. Omdat het vandaag heeft het trouwens wel de hele dag geregend. Dus dat was wel een beetje minder. Maar ik dacht, ach, hè, volgende week wordt het toch wel weer tropisch weer. Dus vandaar de Isle of Summer tag. Hij is bedacht door Serena van Beauty Lab. Maar mocht je benieuwd willen zijn naar de vragen en deze tag, kijk dan vooral verder. Goed, de Isle of Summer tag. Ik hou helemaal van de zomer. Zomer is wel een van mijn favoriete seizoenen, van wie niet. Lekker op het strand liggen, bruin worden, genieten van lange zomeravonden. Echt, vind ik heerlijk. Maar omdat ik natuurlijk 5 jaar op Curaçao heb gewoond, wist ik niet beter en was ik blij met de winter hier in Nederland. Maar ja, nu de zomer weer is aangebroken, heb ik zoiets van kom maar lekker met het zonnetje, want daar houden we van. En Serena van Beauty Lab die heeft dus 10 vragen bedacht voor de zomer. En ik heb ze hier op mijn mobiel bij de hand, dus ja, laten we snel gaan beginnen. 1. Vertel eens over je allergrootste vakantiecrush. Nou, dan komen de zoetsappige verhalen. Nee, als ik denk aan mijn allereerste vakantiecrush, dan was dat op de cruise in Amerika. We gingen met mijn ouders en mijn zusje gingen we een cruise maken. En daar zaten allemaal van die Amerikaanse jongens natuurlijk ook op. Maar er waren ook echt van die popiopies. En ik vond die natuurlijk weer leuk. En toen ging ik daar wat mee praten en drinken. En in het stuntelig Engels een beetje een gesprekje aanknopen. Nou ja, en zo doende ging dat eigenlijk. En toen was een keer een avond dat ze zo'n karaoke hadden en een poolparty. En hè, in bubbelbaden kon je dan ook films en zo kijken. En toen ging ik er samen met hem heen. En oh, love it in here. Maar ja, dat was echt heel erg grappig en leuk. En waar ik ook nog aan moet denken als ik aan een vakantieliefde denk, was in Mexico. We gingen toen naar zo'n heel waterparadijs met allemaal van die opgeblazen glijbanen in het water. En helemaal leuk was dat. Ja, ik was een jaar of 13, 14, dus ik vond dat helemaal geweldig. En toen was er ook zo'n leuke jongen. En ik weet nog precies, we zaten op zo'n trampoline ding. En hij ging helemaal tegen mij praten. En ik keek hem echt zo aan van, waar heb jij het over? Want ja, ik was 14, dus ik kende helemaal nog niet zo goed Engels. En dat was zo grappig. En toen gaven we elkaar een kusje. En dat was allemaal ja, heel schattig, heel leuk als je daar nu aan terugdenkt. Maar dat zijn denk ik wel de twee vakantiecrushes die je hebt gehad. Oké, wat is je meest legendarische zomerherinnering? Lastig. Want ja, tegenwoordig zijn al mijn zomerherinneringen eigenlijk wel ja, legendarisch. En zijn ze gewoon mooi en fijn en leuk. En hè, als je terugdenkt aan de zomer, dan is dat gewoon heel erg fijn. Maar wat mijn leukste zomerherinnering was. De meest legendarische zomerherinnering is denk ik zwemmen met dolfijnen. In de zomervakantie. Vriendin Nina kwam toen naar Curaçao toe en toen gingen we samen met dolfijnen zwemmen. En oh, dat is zo mooi. Dat moet je echt een keer gedaan hebben in je leven. En gewoon, hè, die dieren zijn zo bijzonder en zo legendarisch. Maar dat vergeet ik echt nooit meer. Zwemmen met dolfijnen, dat was echt heel gaaf. 3. Noem je ijsjes top 3. Oh jongens, lastig. Er is zoveel ijs. En ja, ik hou van waterijs, maar ik hou ook van roomijs. En ik hou van die McFlurry ijsjes. En ik vind het allemaal lekker. Maar ik denk mijn ijsjes top 3, dat het op nummer 1 is een split. Dus iets met fruit en dan zeg maar zo'n sinaasijsje met aan de binnenkant van die romige witte vulling. Ik weet even niet hoe dat heet. En even denken. Op nummer 2 denk ik een Cornetto of een Magnum. En op nummer 3 Ben & Jerry ijs of een McFlurry. Maar ik kan niet kiezen. Ik vind ijs allemaal zo lekker. Ik heb gewoon een ijsjes top 500 denk ik nodig. Als ik ooit een keer mijn favoriete ijssmaak wil vertellen. Want die ijsjes bij de ijssalon, Bella Italia, hier in Tiel, Daisy's. Oh, allemaal zulk lekker ijs. En dan heb ik het over Oreo ijs, Smurf ijs, suikerspinnen ijs. Allemaal van die aparte smaken. Maar oh, echt heerlijk. En yoghurt ijs vind ik ook heel lekker. Ik kan gewoon niet kiezen. Vraag 4. Waar kijk je deze zomer heel erg naar uit? Nou, deze zomer ga ik helaas niet op vakantie. Want ik, we gaan gewoon niet op vakantie. Ik ga gewoon veel werken, veel dagjes weg met vriendinnen. Maar waar ik echt naar uitkijk is gewoon, ja, lekker relax. Niks hoeven, geen school. Gewoon even chill. Je eigen dingetjes doen. Lekker in de tuin genieten van de zon. Je eigen planning hebben. Nergens aan vastzitten verder, alleen aan werk.
Maar ja, dat is gewoon heel fijn. En gewoon lekker met vriendinnen ja, rond door Nederland trekken. Waar ik wel heel erg van baal. Ik had gehoopt dat ik deze zomer Nederland kon doortoeren met mijn auto. Met mama's auto. En dat ik mijn rijbewijs zou halen. Maar helaas, ik ben gezakt voor mijn rijbewijs. Dus dat moet nog even wachten. Heb ik nou ook even opzij gezet. Want ik heb echt zoiets van, ja, ik was gewoon even die feeling ervoor kwijt. En dan lukt het gewoon allemaal niet meer. Maar daar had ik wel heel erg naar uitgekeken om gewoon, ja... Gewoon je rijbewijs te hebben. Dat zou zo lekker geweest zijn. Och, shit. 5. Wat doe je wanneer je vakantie viert in eigen land? Nou, daar heb ik eigenlijk net al antwoord op gegeven. Ik ga gewoon lekker dagjes weg. Ga naar het strand. Misschien een weekendje weg. Heel misschien gaan we een weekendje naar Volendam. Zou wel echt super leuk zijn. Maar verder gewoon lekker genieten van de zon. In je tuin lekker bruin worden. Dagjes weg hier in Tiel. Naar het eiland van Maurik. De Beldert. Dat soort plassen. En gewoon lekker veel werken. Lekker monies verdienen. 6. Noem je favoriete zomerkledingstuk, zomerliedje en zomerdrankje. Nou, mijn favoriete zomerkledingstuk is Triangle. Oh ja, yeah, we kunnen natuurlijk niet zonder een bikini deze zomer. En ja, Triangle is helemaal in op dit moment. En ik zag deze en ik vond hem echt heel erg leuk. Oranje met roze, echt een lekkere zomerse combinatie. En ja, die belijning, dat geometrische eraan vind ik heel, heel tof. Maar qua zomeroutfit en item vind ik een maxi dress ook heel fijn en heel leuk. Kan je makkelijk ergens overheen aanschieten. Zit lekker, je wordt alsnog een beetje bruin bij je schouders. En je hebt superleuke exemplaren tegenwoordig. Dus dat vind ik een hele leuke ja, zomer must have om in je kast te hebben. De Spotify openen, want dit is mijn favoriete zomerse liedje. Deze. Je hoorde zojuist Danza Kuduro. Echt love that song. Doet me gewoon denken aan de zomer. Het is gewoon een lekker ritme. En ja, ik word er helemaal blij van. Welk liedje ik ook heel erg leuk vind is de nieuwe van Enrique Iglesias. El Perdón. Het is ook een lekker zomers liedje. Maar deze winter. Deze doet me echt denken aan de zomer. En mijn favoriete zomerdrankje is iced tea. Nou, dit is de original green tea honey die je op het station kan kopen. Super leuke flesjes aan dit. Maar sowieso ijsthee vind ik echt heerlijk in de zomer. Wat ik ook heel lekker vind is spa met zo'n citroensmaakje. Die verkopen ze nu in de winkel. Echt lekker verfrissend. Gewoon lekker fris voor in de zomer. En een rosé biertje op het terras is natuurlijk ook altijd welkom. Even, wat is je favoriete zomersnack? Ik denk ananas, aardbeien, allemaal van dat zomerse fruit. Dat vind ik echt lekker om weg te snacken. In de zomer eet ik eigenlijk minder chocola, omdat het allemaal wegsmelt. En ja, het is ongezond en allemaal niet goed. Maar mijn favoriete zomerfruit is een pineapple. Ik had er geen echte pineapple in huis, vandaar dit lijstje. De zomersnack, die lekkere ijsjes die ik de laatste keer heb gemaakt. Heel lekker, heel simpel, heel gezond ook. Maar zo lekker? Oh, Vraag 8. Noem je favoriete zomerparfum, zomerlipstick en zomernagellak? Nou, niet zo moeilijk. Mijn favoriete zomerparfum is Jill Sander's Sun. De naam zegt het al. Het flesje zegt het. Helemaal zomers. En dit is echt een heerlijk, ja, verfrissend geurtje. Echt heel licht, dus perfect voor de zomer. Mijn favoriete nagellak, dat zijn er 2. Sally Hansen, de gel manicure zonder lamp. En eentje van Sally Hansen. En die van, of en eentje van... Fleur Mar. En die van Sally Hansen is een heel mooi, ja, beetje peachy koraalkleurtje. In de kleur Rosy Riveter. Hele mooie kleur. Leuk voor op je teennagels. En dit is op dit moment mijn favoriete kleur, want die heb ik nu ook op mijn nagels. Maakt je handen ook heel erg mooi bruin. En dit is de Jelly Look van Fleur Mar in de kleur Turquoise Green. Echt super leuke kleur voor in de zomer. En mijn favoriete make-up en lipstick... Mijn favoriete make-up is op dit moment zo'n kleurtje onder je waterlijn. Dus zeg maar het lijntje onder je oog. En dan zo'n leuk mintkleurtje of koraalkleurtje. Nou, ligt er ook maar net aan wat je zelf leuk vindt en wat bij je outfit past. Maar ik vind zo'n mintkleurtje heel erg leuk staan. Dit is gewoon een paletje van Essence. Maar je kan elk kleurtje pakken die je leuk vindt. En een favoriete lipstick is de Rimmel Provocalypse. Wat gaan die hier voor ouds door de straat rijden? De Rimmel Provocalypse in de kleur... Dare to Pink. En dit is een heel mooi nude kleurtje. Die gewoon mooi past bij een gebruinde huid. Als je dan lekker in de zon hebt gelegen. En het fijne aan deze is dat hij 2 stappen heeft. En deze blijft zo immens lang zitten. Wauw. Vraag 7. Wat vind je het grootste nadeel aan de zomer?
Tuurlijk, aan alles zit ook een nadeel. En aan de zomer vind ik het grote nadeel de insecten, het ongedierte. Muggen, spinnen, libellen, van die vliegende, gevallen, kevers. Ik weet helemaal niet wat je in je tuin ziet. Maar ik wil gewoon lekker chillen en geen last hebben van muggen en ja, al dat gedoe. Wat ik wel weer mooi vind in de zomer, is als je dan bloemetjes hebt en daar zie je dan de bijtjes overheen vliegen en de rommels. Dat geeft ook wel echt zo'n lente-zomergevoel. Dus ja, dat is eigenlijk wel het grootste nadeel, die muggen. Vraag 10. Vertel eens iets over je meest dierbare vakantieherinnering. Ja, op dit moment zijn alle vakantieherinneringen zijn dierbaar voor mij. Omdat ze met papa waren en ja, ons gezinnetje, dat is nu niet meer. En daarom is eigenlijk alles nu wel heel kostbaar en heel dierbaar. Maar het dierbaarste moment is denk ik dat we met z'n vieren naar Klein Curaçao gingen. En we hadden een boot en er zat een barbecue op en alles was helemaal geregeld. En het was echt een perfecte vakantiesfeer. En daarna gingen we met z'n vieren op zo'n banaan, zeg maar, door de zee crossen. En ja, weet je, als ik daaraan denk, dan aan de ene kant is het heel mooi. Maar aan de andere kant doet het ook superveel pijn. Want je weet gewoon dat het nooit meer kan. En ja, dat is gewoon heel erg naar. Ja, weet je, al die vakantieherinneringen die blijven gewoon in je hart voor altijd. En zijn heel dierbaar. En achter me staat ook een foto. De laatste vakantie met papa hier op Hoek van Holland Strand. En dat was ook gewoon zo mooi en zo fijn. En als ik terugdenk aan die tijd, dan ja, dat kan je alleen maar heel erg koesteren. Wow, ik merk echt als ik over mijn vader begin te praten dat ik echt een beetje soort van dichtsla of zo. En dat ik, ja, een beetje minder blij natuurlijk. Want ik mis hem gewoon nog elke dag. Oké, maar we sluiten deze video niet af met zielige verhalen en treurige dingen. Want dat wil ik absoluut niet. Ja, dit was de tag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden om te lezen, wou ik zeggen. Normaal doe ik altijd een tag op mijn blog. Maar ik hoop dat jullie hem leuk vonden om te zien. Mocht je hem zelf leuk vinden, mag je hem natuurlijk altijd overnemen. Hij komt officieel dus van Serena Verbon van Beauty Lab. Maar ik zal hieronder in de beschrijving even alle vragen zetten. Mocht je hem willen overnemen, dan kan dat. Vertel me even in de comments wat jouw favoriete vakantieherinnering is. Of wat je favoriete ijsje is. Vertel het me, vind ik leuk. En ja, vond je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En ik probeer elke vrijdag, of ik probeer elke week een nieuwe video te uploaden. Laat ook even in de reacties weten voor suggesties voor nieuwe video's wat je graag wil zien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Wens ik jullie een hele fijne zomer. En dan zie ik jullie graag volgende keer weer. Doei doei!